Hoi en welkom weer bij een nieuwe video. Ik kan het eindelijk bekendmaken. Ik ben designlid van Carlijn Design. En ik heb een pakketje gekregen. Ik heb wat dingen zelf besteld, wat dingen gekregen. En net een nieuwe kerstrelease. En die wil ik graag met jullie delen. Ik heb hem natuurlijk al opengemaakt, want zo ben ik. Jullie kennen me ondertussen al. Als eerste zit er een leuk briefje bij. Veel plezier met alles. Er zit van alles in. Ook heel veel confetti. Dat doe ik zelf ook altijd bij kaartjes en dingen. Dus ik kan het een keer terug verwachten. Als eerste zitten er allemaal stickers bij met ik ben Carlijn fan. Die kan ik mooi gebruiken voor de enveloppen. Ik ben een Carlijn fan kaartje. En stempels en snijmallen. Wat ze allemaal doen. Het zijn dus allemaal Nederlandse teksten. En het is echt een mooie kwaliteit. Ik ben al vanaf het eerste uur denk ik wel fan van hun. Omdat het altijd met een beetje humor is. Dus ik ben heel blij dat ik nu eindelijk in het designteam zit en dat ik lekker aan de gang kan gaan. Dan zit er heel veel in. Zoals ik zei, ik heb zelf wat dingen gekocht. Ik heb wat gekregen. En ik neem jullie gewoon mee. De doos is leeg. Ik ga het allemaal laten zien. We gaan beginnen met de stencils. Ik heb deze stencil gekregen. De kerstballen stencil. En dan is het misschien beter. Dit had ik beter, misschien ietsjes beter voor kunnen bereiden. Maar ja, jullie kennen mij. deze stencil. Dit is dus de kerstballen stencil. Kijk, daar kun je allerlei patroontjes op de ballen maken. En er zit... je hebt ook verschillende andere kerstballen en andere kerststempels. Zoals dit. En dat gaat dus hartstikke goed samen met deze die-cut. En met deze die-cut kun je allerlei cirkeltjes uitsnijden. Maar ook de hangertjes voor de kerstbal. En een leuk touwtje. En als je dit nou bijvoorbeeld in het glimmer zilver doet. En een leuke bal. Ga je eerst leuk senselen. Dan heb je dan natuurlijk een hele leuke kaart. Ik zie al een kaart voor me. Dat is dit. Maar daar hoort, dat is nog niet alles, daar hoort ook deze stempelset bij. En daar staat op berengezellig met een beer. En dit is denk ik een kat, denk ik. Een hamster of een muis. Ik heb het niet zo op muizen, sorry Carlijn. Maar een gezellige muis, een gezellig knaagdier, laten we het daarop houden. Een cadeautje, deze leuke kerstboom en de teksten berengezellig, gezellig. Gezellige beestdagen. Kerstmuts en een piepkleine kerstknuffel. Vrolijk, gelukkig nieuwjaar. Kerst is een feestje, maar je moet zelf de ballen ophangen. Ik vind die onderste tekst echt geweldig voor de kerstkaarten. Kijk hoe leuk dat pootje is. Ik wou zeggen hondenpootje, maar het zijn geen honden. Dus eigenlijk kun je een heel leuk dit maken met embossingpoeder. Pootje en dan van die ballen erop hangen. Ik denk dat ik zo'n kaartje ga uitwerken en ook dat jullie dit kunnen zien op mijn YouTube kanaal. Dit zijn de kerstballen. Dan gaan we naar... Ik ga het even een beetje uitzoeken. Zodat het een beetje lijkt alsof ik enorm geordend ben. De die. Fijne kerst. Gelukkig nieuwjaar. Vrolijk kerstfeest met dit leuke boompje. Prettige kerstfeestdagen met een muzieknootje. En een dikke kerstknuffel. Dus knuffel is helemaal los en die kan in verschillende lagen. En dan staat hier nog een dikke kerst met een hartje. En daar hoort ook deze leuke stempelset bij. En daar staan teksten. Daar heb je dus kerst en knuffel. De die kan op de knuffel. Dus je kan hem uitdaaien, wou ik zeggen, uitstansen. En dan leuk alleen een randje doen. Maar je kan hem natuurlijk ook helemaal als die gebruiken. En dan staan de volgende woorden op. Magisch. Allemaal papier. Je kan dus met deze woorden echt heel veel zinnetjes maken. En dat vind ik wel weer heel leuk om te gebruiken. Dus je een dikke kerstknuffel, dat soort dingen. Er zit niet alleen een knuffeldie bij, maar ook de kerstdie. En hier staat bijvoorbeeld het woordje vrolijk, groetjes, magisch, feest, warme en knuffel. En wat ook zo leuk is, ik vind dat leuk, er zit dus een randje omheen. Dus zoals je hier kan zien, heb je dus knuffel. Daar zit dus ook nog weer een randje omheen. Dus je zou dat ook heel leuk kunnen combineren. Dus vrolijke kerst, knuffel. Dus je zou ze alle drie kunnen gebruiken. En ik vind dit ook wel heel leuk om bijvoorbeeld in je scrapbook album te maken met
Vakantie, het woordje vakantie, boom, fijne boomoptuiging of weet ik veel wat. Dus dit is een leuke tekstjes weer. Dan gaan we naar deze. Dit is een achtergrond en die heet Ruitjes. En je kan dus de hele ruitjes als mask gebruiken. Dus gewoon alleen deze. Maar je kan dit ook allemaal opvullen met allerlei soorten kleurtjes. Dat is misschien ook wel een leuke om te doen. Als ik dit soort dingen krijg, dan krijg ik allemaal ideeën. En mijn hoofd dat loopt dan helemaal over. Denk, oh, dat is leuk. En dit kun je ermee maken. Dit. Dan gaan we naar deze. De Slimline snijmallen. Ik vind deze misschien wel het leukst van deze collectie. En dat is zo'n grote boom. Ik heb hem al geopend. Sorry. Daar kun je dus een slimline kaart mee maken, maar je kan hem ook prima op een A6 kaart gebruiken. En er zitten verschillende randjes bij. Eentje met kerstboompjes, eentje met mooie takjes en eentje met allemaal sterretjes. En hier ga ik zeker, kijk, op de achtergrond staat dat gewoon duidelijk uitgelegd. Hier ga ik ook zeker weer kaartjes mee maken en dat zul je allemaal voorbij zien komen. Dan hebben we als laatste deze stencil en dit heet de Slimline Achtergrondjes. En we gaan hem gewoon openmaken samen. Dan kunnen we het denk ik beter zien dan wanneer ik het zo uitleg met wat ik aan het doen ben. Kijk, je hebt dus deze stencil. Je kan deze nog opvullen, maar je kan hem natuurlijk ook gewoon deze en dan stencilen. En dan die leuke sterretjes daarnaast doen. Dit is een soort candy cane randje, dus een rood-wit, rood-wit. En je hebt er een hexagon bij. Het is echt heerlijke kwaliteit. Lekker stevig. Daar hou ik wel van. En deze kun je ook opvullen. Dus alleen deze. Nee, dat gaat echt perfect. Dus alleen deze blenden of alleen die. Dus dat is deze stempel. Carlijn, dank je wel voor deze super toffe verpakking. Ik ben er heel blij mee. En jullie zullen me echt binnenkort weer lekker kaarten zien maken. En natuurlijk ook nog zien tekenen. Ik ben benieuwd wat jij ervan vond. Kende je dit merk al? Laat in ieder geval een reactie onder bij de reacties. Abonneer op mijn kanaal om niks te missen. En vergeet niet een duimpje te geven. Tot de volgende video. Doeg!